En als het gaat over het doorschuiven van schulden, dan is het zeer opvallend dat eigenlijk nog in 2015, nog in de jaren daarna, ook op vlak van ecologie, op vlak van eigenlijk vergroening, maatregelen worden genomen. En u schuift eigenlijk zowel een sociale, maar ook een ecologische schuld naar de toekomstige generaties.